Jongens, welkom terug bij een nieuwe video van Far Cry 3. Het is vandaag zaterdag 23 januari 2021, 15:45 middags. En we gaan vandaag gelijk verder met Far Cry 3. Ik weet niet wanneer het de laatste keer is dat ik heb het opgenomen. Misschien wordt dit de laatste aflevering, maar ik denk niet. 15/11/2021. Holy motherfucking titel, dat is al meer dan een week geleden. We gaan verder, mensen. Hele slimme intro. Want we moeten verder gaan. En ik moet niet tijd verkrachten. Want we moeten deze game gewoon uitspelen. Het is al bijna een jaar gaande, deze serie. Deze serie is al bijna een jaar gaande en hij moet uitgespeeld worden. De nieuwtjes, mensen. Ik weet dat jullie allemaal dood zitten gaan om op te wachten. Om op te smeken om de nieuwtjes. Let's go. No-scope. Dat was geen no-scope. Dat was gewoon een quickscope die faalde en die geen eens quick was. Wat was er dan? Gewoon een kutsnipe. Waar gaan we heen? We moeten poker spelen met Hoyt. Dus we gaan het ook gewoon maar gelijk doen, ja. Ik denk dat er nog één aflevering van dit komt. Of misschien nog twee. Dat zei ik 10 afleveringen geleden ook al. Bij wijze van spreken. Maar ik dik hier in de reutnekvinger. We gaan gewoon verder. Dus ja, mensen. Doe maar game. Jopje. Minecraft 5 Islands. Ben ik nog steeds bij dag 383 uit mijn hoofd. When They Cry Season 2 ben ik bij episode 19 uit mijn hoofd. En voor de rest heb ik niks anders gestart. En ben ik gewoon een beetje aan het chillen geweest. We gaan als het goed is nu... Waar de fuck moet ik helemaal heen? Nou, dit neem ik gewoon mee. Dat ligt dan maar voor de takings. Dit is gewoon een lekker broodje. Ik weet ook niet... Wie de fuck lacht er daar zo erg? Kom op, boys. We mogen hier geen wapens hebben. Waar is die fucking Sam nou? Hallo, waarom ben je buiten het dorp, Sam? Wat is er mis met je? Hallo, wat de hel? Sammy, waar ben je toch? Je bent buiten het dorp. Kan ik hier uit dan? Kan ik deze poort? Ja, ik kan eruit. Oké, dat is mooi. Toch? Yes. Fuck, Sam. Moet ik nog vragen wat dat is, Sam? Hallo, ik ben er. Sam, please. Strijder, mijn brother. Mijn brother Sam. Hey, my friend. Are you ready to do this? Or do you need more time? Because once we start this, there's no going back. Na dit punt heb je beperkt toegang tot het eiland, opdrachten en activiteiten. Je krijgt een volledige toegang als je reis is van Toys verder gaan. Geen weg terug. Fuck it. Ik heb scheid. Ik heb scheid, Sam. We gaan het doen. I have hidden a knife in my boot. Oké. Ready to distract him when I say deal. Got it. Lekker, Sam. Ah. Welcome, boys. Come in, come in. Ja, maar Sam, je weet toch wel dat we echt fucking doodgaan met door deze wapens? Ja, sure. Ik weet niet hoe ik poker moet spelen. Voor de rest, mensen, heb ik gisteren... Een nut? Geen nutting, man. Ik ben niet homo. Echt, what the fuck. Oké. Ask anyone on the street and they'll call it a game of chance. Fuck us, Sam. Ik ben een beetje bang hier. Maar ja, gisteren heb ik dus Oudes Whistleblower in zijn speedrun doorrijd-dishy gedaan, mensen. Let's go. But it's not, is it? It's about keeping you playing until the house collects. What the fuck lult deze guy? Ik heb nog nooit poker gespeeld. Wat moet ik doen? Callen. Ik weet niet wat ik aan het doen. What the fuck, mensen? Ik weet toch niet hoe ik fucking poker moet spelen? Hoe moet ik dit weten? Handtonen. Ik weet niet wat deze kaarten inhouden. Ik weet niks van kaarten. Alcohol. Easy. Ik weet niet wat ik moet doen. Wat ben ik aan het doen, mensen? Volgens mij moet je callen en dan all in gaan ofzo. Als je kaarten kunt bijleggen ofzo. Ik weet niet. Checken. Check. Easy. Checking. Gelukkig moet je deze game niet winnen, want ik kan geen poker. Ik heb dat nooit. Of ik heb een paar keer gedaan, maar. Check. YOLO. Checken. Checken. Easy. Oh, racen. I call. I call. Easy. Ik ga all in. Wat moet ik doen? Ik weet niet wat dat fuck! Wat gebeurt er? House rules. Ah, look at that. We have the same cards. Sammy? So let's raise the stakes a little. Sam, waarom kill je me, Sam? Oster, Jason Brody. Jason Brody. Your name is, it slipped my mind. How stupid do you think I am? Dit was geen goed idee. Waarom hebben we niet kunst? Hallo Sam? Hij is dood. Daar ging onze bro Sam. Dit was echt fucked up. Ik snap niet waarom die nu niet ons vermoordt. Like, dat is zo debiel. Waarom vermoordt hij wel die Sam en niet ons? What the fuck? En hoe de fuck? Ik dacht dat die camera looped was. Hij had nog een camera of zo. Of een microfoon. Hallo? Leven inzetten. Sure boys, ik ga met mijn leven erin. What the fuck? Dit is niet goed. Fuck Hoyt, je bent een beetje... Ik weet niet hoe ik poker moet spelen en ik zet mijn leven in. Maar dit gaat als goeds automatisch in een filmpje, dus ja. But let the chips fall where they may, right? I forgive you. Chill. Deze guy is wel een chille gozer. Sir, verwacht je hem meestal niet van zulke types, maar... Everybody has one. Like... We reageren ook bijna niet, maar Sam is dood. Verdomme man, Sam was een strijder. Ja. Oké. Fuck jou. Oh, we zeggen eindelijk iets. Leven inzetten. Ja, I don't know wat de hel ik aan het doen ben. Ik zet gewoon mijn leven in. Fuck it. One pair. Dus moet ik dan... Mag ik nu iets doen of niet? Hoppa, ik kan mijn kaarten inleveren, toch? Ja. Oh god, we hebben verloren. Family man? Oh god. Oh fuck. Dit gaat pijnlijk worden. En wat de fuck er nu gebeurt, weet ik ook niet. Ja. Nee. Ja, maar ik wil jou killen, vieze bitch. Oh god. Jongen, ik snap niet hoe die guards ons niet doodschieten. Oké. Let's go. Dit wordt battle tegen ooit. Motherfucker. Kom op, motherfucker. Ga je kid zeggen dan? Wat moet ik doen? Indrukken. Holy shit. Dat gaat snel, dat gaat snel. Ik had er toch ingedrukt. Ik had hem... En ik ben gefucked door Hoyt. Wat? Ik klikte op R2, mensen. Ik ga niet haten, alleen ik klikte op R2. Nou, we zijn... Dit is echt een epische battle. Dit is een dikke anime-stijl, man. Holy pita. Alleen dan een game. En dan met messen in plaats van gewoon met je handen. En mensen gaan ook dood in plaats van dat mensen gewoon niet doodgaan. Vind ik altijd een beetje jammer, weet je. Virtueel dan, hè. Virtueel. Ja, Nu moet ik dit helemaal opnieuw doen. Maar in ieder geval, like, hoe de fuck? Dit snap ik nooit wat er nu gebeurt. Wat er hierna gaat gebeuren ook niet. Dat snap ik nooit. Like, dat is onmogelijk voor die Jason. Dus Jason is main character, maar zoveel kan hij ook niet. Fuck you. Hij gaat me een kid noemen ook, hè. Fucking, ik speel geen Fortnite. Ik ben geen kid. Ik ben geen 9-jarig kutkind op Minecraft, no life. Want ja mensen, Cubecraft is open. Ik word de hele tijd fucking gerekt op 9-jarige oude kutkindjes. Die de game no life, hè. En dat is een soort van ik tegen Hoyt nu. Dat is een soort van ik tegen Hoyt. Holy shit, dat gaat snel. Kom, ik weet niet welke knop ik moet indrukken. Yemen. Dat is gewoon fucked up. Oh god. I don't give a shit. Holy shit! Nee, dat was zo goed! Jongen! Ik klik op L2, mensen. Ik klik op L2. Ik zweer, ik zweer. Dit is zo minder episch als je het niet in één keer goed doet. Maar wat? Ik klik toch op L2? Het zal wel. Maar ja, Aula Whistleblow Dora in zijn speedrun is over. Het is gedaan. Maar 2 keer. Eerst keer ging dood naar in Warrior. Of 8 minuten. Reed de kamer uit. Stopte Warrior. Hitte je 1 keer. Kun je verder rennen. Ik werd 1 keer gehit door de Warrior. Daarna stond hij gewoon in mijn weg. Ik wou weg en toen werd ik gekillt. Gelukkig was het maar 6 minuten in. En kon ik het gelijk overnieuw doen. Maar hey, want als dat iets van de helft van de game. 30 minuten dan zou ik waarschijnlijk gewoon dood willen. Verder heb ik een aankomende maandag lab, mensen. Vandaag is voor iets speciaals gebeurd. Is gewoon chill. Ik heb voor de knalbroodje gegeten. Ik zit in Clan War en, ja, gewoon leuk, ja. Het is gewoon chill. Toetsen zijn over. Toetsen. Ik heb nog geen extra toetscijfer. Kom dan. Like, waarom pas je je knife ook de hele tijd? Oké, kom man. Hop, hop. En dan gaan we dit doen. En dan doen we dit. En dan doen we dit. Like, holy shit. Hoe de fuck hebben we die ooit geblokt? Ik weet het echt niet. Oké, L2, 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 L2. Kom op. Kom op, man. Kom op, man. Oh god. Dit is episch, alleen ik wil het wel even goed doen. L2, R2. Let's go. Let's go, bitch, wat wil je? Jongen. Bro, ik rek je. Ik... Oh, L2, R2. Dit is redelijk makkelijk. Oh my god. Oh. Holy tieten. Oh, fuck. Like, waarom zeg je dat tegen mij? Dat snap ik ook niet. Waarom zou je me dit vertellen? Oh my god. Oh. Ik kan er niet van genieten, want ik ben aan het focussen. Nu ga je dood, nu ga je dood. Holy tieten, man. Wat nu, wat nu, wat nu, wat nu? Pak je mes. Oh. Ah. Oh. Tita. Jammer dat ik het niet gefinished had. En dan lopen we weg. Wauw. Hoyt, je bent echt... Ik kijk wat er nu is gebeurd, mensen. Like, what the fuck hebben wij gedaan? Waarom is iedereen dood hier al? Hoe heb ik... Wat? Ik snap dit nog steeds niet. Hoe kunnen we dat gedaan hebben als er guns... Het is maar een spelletje. Hoe... Nou, Hoyt, fuck jou. Oh, ga naar het vliegveld. Oh god. Je moet sprinten. Oh my god. Doof het vuur, doof het vuur. Jason, doof het vuur alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft. Doof het vuur, Jason. Ik heb het vuur toch gedoofd? Like, what the hell? Is deze game stupid? Are you dumb, stupid, or just fucking debiel? Wat? Oh, god. Hallo? Jij mag doodgaan. Jongens, ik moet even door. Oh, god. Oh, kut. Ah. Wacht, is deze deur dicht? Ik wist niet dat hij dicht was. Ik wist niet dat hij dicht was. Pak je RPG. Pak je RPG. Jason. Oh my god. Fuck off. Ga dood, ga dood, ga dood. Oh god, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Stokje. Reloaden, reload. Ik heb niet veel ammo. Zo, oké. Dan deze guy. Dat is toch op het fucking kopje, ja? Nice! Oké, pak een auto of zo. Oh god, ik heb een auto nodig, ik heb een auto nodig, ik heb een auto nodig. Herladen, herlaat je gun, herlaat je gun. Oh god. Heb ik een RPG? Heb ik een RPG? Oh my god, ik heb geen RPG. Ik heb geen RPG. Ik ga dit zo hard verliezen, mensen. Ik denk dat we dit de volgende aflevering moeten doen. Want 10 minuten is al heel lang en de video is al halverwege. We hebben ooit... Oké, kan ik deze uitschakelen? Oh god. Jongen, hij verbrandt zijn eigen mensen. Oké, dit is wel fucked up. Gooit hem. Kan die mijn afgaan of niet? Waarom fikt dit gras allemaal af? Kom op. Oké, nice. Laat er een. Kom op. Pak ammo. Ik weet niet wat je moet pakken, Jason. Pak alles gewoon. Oh god. Like, hoe ik dit heb overleefd, weet ik ook niet. Jongen, mag ik alsjeblieft gewoon weg, jongens? Ik moet bij de airport zijn. Oh god. En ik ben dood. Ik ben dood. Yes, mensen. Deze missie is lastig. We gaan nog één keer proberen. Dan gaan we volgende video. Hoyt is dood. Sam is dood. Dit was super veel actie. Ja, mensen. Trouwens, het labjournaal is echt fucking aids. Dat is jammer. Nog steeds één mat die van me is loezel gegaan. Helemaal genoeg. En ja, vanmiddag ga ik een beetje werken en zo. En ja, mensen. We zijn weer terug. Toetsweek is over. Maar nu begint periode 3 voor mij. En dat gaat fucking aids worden. Het gaat kutter dan ooit worden. Project, oké. Ik ga dit nog één keer proberen, mensen, want we zitten al bijna op 20 minuten. Maar like, echt, like, hebben onze vingers ook gewoon gebandaged? Like, wie heeft dat dan gedaan? Like, wat? Ik ben zo confused. Ik snap dit nog steeds niet. Ik denk dat dit echt gewoon een stretch is van... Oké, nou, als we deze guy gewoon gelijk opblazen die hier komt... Jij bent gelijk, Loesoe. Oh god. Pak nog granaten, pak nog granaten. Ik moet eigenlijk in die auto stappen. Oh god. Die is behind cover, ja dat klopt, dat klopt. Gast, wat de fuck doe jij? Oh god, wat moet ik doen? Kijk hoeveel enemies hier zijn, mensen. Ik ben geen fucking... Like, waarom... Oh nice, 2 for 1. Kom op, aim een beetje goed. Nice. Oh god, ik... Oh god. Oh god, ik ga zo hard dood, ik ga zo hard dood. Ik ga zo hard dood, mensen. Dit is... Waarom is dit zo lastig? Ja, omdat het de laatste missie van de game is. Waarschijnlijk daarom. Maar ik heb ook echt een scheidkun. Alek, wat doe jij? Wat een debiel. Nee, misschien moet je gewoon doodgaan. Alsjeblieft. Oké, ren gewoon naar het volgende ding. Ren naar het volgende ding. Ik heb een auto nodig, maar ik kan hier niet weg. Ik heb ook geen RPG-schot meer. Misschien is het gewoon over. Oh god. Motherfucker. Nou, dat vind ik niet aardig dat je dat zo tegen me zegt. Kom op, Jason. You can do it. Oh my god. Nou. Hallo, gooi dan een ding toch. Ik heb toch een vaardigheid waarmee ik... Vuur komt. Vlucht voor het vuur. Dat vuur is zo dodelijk. C4. Ik moet dit gooien tegen die bitch. Kom. Kom dichterbij. Ja, kom dichterbij dan. Hou je bek dicht. Oké. Dan doe ik het zomaar. Ik ga dood, ik ga zo hard dood, ik ga zo hard dood. Doof het vuur, Jason! Ik hou een fucking driehoekje ingedrukt, alleen niet opzien om het vuur te doven. Komt er pas na 10 minuten. Daarvoor zegt gewoon ja, genezen. Ik wil gewoon als ik indruk en ik sta in de fik dat ik gelijk gewoon het vuur doof, oké? Jason, dat is het enige wat je moet doen. Maar dat doe je niet. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Als je het leuk vindt, video verlaat dan een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer de kanaal tot beneden, comment kanaal tot beneden. Het is maar een spelletje. Dit is de lastigste missie in mijn hele game. Of moet ik... Nee... Moet ik nu de hele missie opnieuw doen als ik nu stop? Ah, dat kan niet. Waarom spawn ik ineens hier? Oké, nou, thanks. Tenminste zijn we daar vanaf. Bedankt dat ik hier even spawn, want dat was echt fucking lastig. Ga naar het vliegveld, ga naar het vliegveld. Hoe doe ik dat? Ah, ik weet ongeveer hoe ik er moet komen. Gewoon de weg volgen, gewoon de weg volgen. Oh my god, sorry boys, ik kom er even langs, ik kom er even langs. Ja, jij gaat dood. Even driften, beetje driften. Oh my god. Oh my... Jongens, laat me er even doorheen. Doe niet zo kinderachtig, doe niet zo kinderachtig. Lisa, hallo. Dat is onze vriendin. What? I can't hear you. As fast as you can. What the fuck? Jason denkt ook, ik wil gewoon even vakantie, boys. Be there, Riley. We gaan nog steeds Riley safe. Oh my god, we hebben nog 7 minuten, man. Dit gaan we easy halen. Kom op. Shit, I don't need this right now. Like, hoe de fuck killen ze ons nog niet? Jullie zijn zo fucking shit, mensen. Echt waar. Oh god, ik ga een beetje een omweg. Maar trust me, I know what I'm doing. I don't know what I'm doing. Waarom zei ik dat? Je verlaat het missiegebied. Nee, ik wil niet het missiegebied verlaten. Oh my god. Ik zie niet helemaal waar ik heen moet. Game. Ik zie het niet helemaal. Gewoon hierheen. Oké, ga eruit. Jason. Ga gewoon sprinten, jij. Sprinten. Ik ben bij de airport, dus kan ik hem nu stoppen, alsjeblieft? Kan ik hem nu stoppen? Hey, where's Riley Brody? Where is he? Aan wie vraag ik het? Oh my god, ik ben er. Dus zoek het gebied om Riley te vinden, maar zijn... Oh my god. Riley must be in one of these buildings. Oh god. Oh god, we hebben zo'n guy. I'm gonna cook you alive. Help! Oh, stay out of my way. Wat nu? Jason! Jason, where are you? Schiet die mijnen. Als ik die mijnen schiet, ga ik dood. Daar zijn ze. Ik ben dood. Ja, Riley, bedankt voor de info, maar ik heb wat mensen hier, oh. En jij moet doodgaan. Oh my god, dit zijn er veel. Kom op, C4. Healen. Doof het vuur. Healen. Heal jezelf. Kom op. Ik wil... Interactie. Nice. Ik heb het gehaald. I made it. Oh, thank god. Oh my god. I didn't know if you were gonna come. We have to get out of here. Follow me. Er zijn wel 20.000 mensen. Nu moet ik Riley ook nog beschermen, hè. Holy shit. You're going down. Fuck off. Kom op mensen, het is gewoon sprayen. Oh god, niet nog geen van die debielen. Waarom nog geen? Lijkt, hij gaat eerst een bandage omdoen voordat hij het vuur gaat doven. Dat is toch niet logisch, mensen? Waar is Riley überhaupt? Oh my god, C4. Oh, de mijn is afgegaan. Ik ga naar de helikopter. Nice mensen, ik ga deze serie misschien deze aflevering eindigen. Ik denk dat ik er nog een aflevering over waar ik gewoon random dingen ga doen. We gaan mensen, het wordt een XXL aflevering. Het einde van Far Cry 3. Ja boys, later al. Rennen. Oké, ik bedien dit wel. Deze missie wordt lastig trouwens. Als het goed is, gaan nu muziek spelen. Oh god, vooral die auto's zijn kut. Riley, kun je even opstarten dit? Riley, kun je dit ding opstarten? Kom op Riley, hoe lang duurt het nog voordat dit ding opstart? Nice. Thanks Riley. He's behind cover, ik zit in een fucking... Dit is wel episch, ga jij even dood. Oh, yes, boys, een beetje explosies. We gaan ervoor. Oké, vlieg gewoon. Nee, ik spray gewoon even wat bitches neer, boys. Oh god, dit gaat goed. Oh god, dit gaat niet goed. Ik heb het elkaar weer. Kom op, boys. Oh god. Oh, nice. Jason heeft het naar zijn zin. oké, we... Oh my god, mensen, dat zijn rockets. Er zijn mensen met rockets die... Ik weet niet waar ze zijn, maar... Oké, ik schiet gewoon alles aan de tyfus. Blijkbaar hebben ze RPG's. Als dat je raakt, ben je dood. Oké, deze wil ik even... Ja, die zijn er niet meer. Die zijn loose. Oh god. Ja, wat de fuck doen jullie er nou pas, sukkertjes? Dit is epische laatste missie, mensen. Is fuck up episch. Jongen, is er nog een vliegveld? Hoe wisten we niet dat we dit vliegtuig moesten hebben? Een vliegveld moesten hebben dan. Oh god. Oh god, we krijgen damage. Oh god, blaas gewoon alles op, Jason. Blaas alles op. Oh god, mensen met rocket launchers. Nee, 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 niet met rocket launchers, niet met rocket launchers. Oh god, trek dat ding, Jason. Bescherm helikopter. Oh my god, ja, die rockets mogen je niet echt raken, maar ze doen het wel. Dit gaat goed. Ik weet niet, boys. Ga gewoon dood, alsjeblieft. Ga dan opblazen. Waarom gaat het ding niet opblazen? Oh my god. Like, waarom blaast het niet op? I don't get it. Oh my god, mensen. Zijn we weg. Ik probeer mijn best. Oh my god. Wat de fuck doen jullie hier, boys? Even oprotten. Nog een helikopter. Helikopter war. Kom op, Paul, kom op. Schiet goed. God, er is zoveel turbulence. Er is een beetje turbulence in die air, boys. Kom op, ik schiet op dat fucking chopper. Ik schiet toch op die chopper, of niet? Ja, ga neer, chopper. Ga neer, ga neer, ga neer, ga neer. Oh my god, we worden verkracht, we worden verkracht. Kom maar. Chopper, ga alsjeblieft. Nice. Later, ouwe. We barely made it. You're handling this like a pro. Yeah, well, I learned from the best. Keep heading in that direction. The others are waiting for us. Tegen het huis wedden. Okay. All right, I can do that. Yeah. Okay. This is so cool. Waar zijn dan het? So cool. Dus dit is de laatste missie. Maar niet de laatste aflevering. Nog de volgende aflevering wil ik nog even gewoon tegen het huis wil ik nog een aflevering maken waar ik gewoon wat legerkampen ga veroveren. Wat dieren ga afslachten. Gewoon een eindpraatje doen van Far Cry 3. En welke serie er als vervanger komt. Dus dit is niet de laatste aflevering. Maar wel het einde van het spel. Dus het is een soort van einde, maar niet helemaal. En het is ook een XXL aflevering. Want YOLO. We gaan Far Cry 3 uitspelen, mensen. In februari 2020 was ik dit gestart. Dit van 16 februari of zo. En het is nu gewoon... 23 januari, het is echt bijna een jaar later en ik Wait here. What the fuck. Dit is niet goed. De dokter is er even niet. Shit. Lisa, Daisy, Oliver. Dr. E. Earnhardt. Oh god, deze guy. Hallo. Like, wie de fuck hebben onze vrienden meegenomen? Like, moeten we nu de hele game opnieuw spelen? Yes. Jason. Where are they? Where are my friends? Yo, fuck jou. Ik wil alleen mijn vrienden. I couldn't halt the jungle warriors. Jungle warriors. I'm sorry. They carried your friends to the temple. Deze guy. Misschien moet ik je drugs geven, ouwe. Het is over voor deze. Je was een strijder met je drugs. Je hebt onze vrienden onderdak gegeven. Alleen, ja, nu ben je dood. I don't understand. I need to get to the temple. Oh my god, mensen. Citra heeft gewoon onze vrienden meegenomen voor de mensen die het niet snappen. Jungle warriors naar de tempel. Riley, we have to go now. Nou. Oh god. Oh, tering, mijn hoofd doet wel. Pijn. Als je een half uur zo'n headset op zet, duurt het wel even damage. Maar ja, dit wordt gewoon XXL aflevering. Joh, ik kan dit ook splitten naar één aflevering, twee afleveringen. Maar alleen ja, wat voor KS ben ik dan? Ga ik echt niet doen, man. Ik moet wel opschieten, want zometeen moet ik wel even werken. Lastige keuzes, mensen. Het einde van de game. Oh, pardon. Maar ja, die vierkant waren dus redelijk lekker. Lapsenaal voorbereid was fucking AIDS. En ja, het verslag heb ik bijna verbeterd. Ontmoet Citra. Waar is Riley dan? Kom op Riley, sprint even mee. Oh god. Citra, wat de fuck heb je gedaan? Fakka. Ja, Hoyt is dood. Where are you taking him? Like, what the fuck doet deze bitch? I'm helping you. Nee. Maar Citra, hulp is gewoon de hele tijd me drugs geven. Holy shit, dit is verblindend. Look at you. Big, strong, powerful. Why would you want to go back to what you were? Like, deze bitch is lijp, ouwe. You are perfect. Oh my god. It is my fault. Nee, je bent gewoon een super. I let you live with all these burdens. Oh. The path purified you, but the cleansing is not complete. What do you mean? Ik wil. I love you, Jason. But you do not let me give you all my love. What the hell? I know how hard this must be. It hurts me to watch you in pain. Ik doe geen eens. Ik zit gewoon te chillen. I only want to help you. To love you for who you are. Wat? Ik ben een strijder. Ik ben een gamer. Real gamers. Hey, fuck. What the fuck? Deze chick is live. Maar de muziek is wel fucking geil. En dit spel is ook fucking geil. Holy tieten mensen. Ja, dit spel is waar de Far Cry echt gewoon bekend als mee. Je kan nu neuken met Citra trouwens. Dat is het einde waar je Citra helemaal de tyfus in neukt. Die ga ik niet halen. Ga ik niet doen. Want ik word sowieso dan geband. Alleen, dat is ook het slechte einde in mijn zin. Dat is gewoon een kut einde. Maar dat zien jullie zo wel. Kijk, wat doet deze chick? Dit is zo. Waarom bind soms vast als we zo weer loskomen? Wat? Oh, we hebben een beetje drugs op. Zo voel ik me elke keer als ik opsta. Walk the path of the world. Oh my god. Ik heb dit mes. Oké, fucking boys, kniel voor me. Ik ben de alpha hero. Waar is mijn bro Dennis? Bring them back. Lisa? What the fuck? Stop where you are! I know you shot Vaas in the back! Alsof onze vriendin dat zou zeggen. Oh my god. Powerful warrior. You deserve the final tattoo. Geef het maar hoor, tattoo hem helemaal onder. Ik bedoel, iedereen is al dood. Vaas, Hoyt, ik heb ze allemaal gewoon gerehackt. Fakka bro. All these weapons and you have all these weird tattoos. You think you're a warrior because you collected those tattoos? Nee. I'm deleting them, Jason. Deleting them. Hoe wil je? Holy pieten man, dikke dumpster. I am yours. We all are. Dit is echt een rare fucking droom, mens. Oh my god, waarom is onze vriendin een soort van duivel nu? Terwijl eigenlijk gewoon, dit snap je echt heel goed, want wij zijn eerst waren we van Californië aan het chillen in college en nu ineens neuken bitches, schieten we mensen dood, hebben we touws en praten we over op een fucking eiland blijven. Sure, dit mes heb ik hard voor gewerkt, ja, dat klopt. Geef het. Mensen, dit is de keuze. No, like, what the fuck? Dit is zo fucked up. Dit is onze vriendin, hè? Voor de mensen die het weten. Dit is onze vriendin die we proberen te redden. Red je vrienden, sluit je aan bij Citra. Like, red je vrienden, man. Waarom zou je vrienden doodmaken? Dan ben je toch fucked up? Why must you leave? Waarom moet ik ze killen? Dit zijn mijn chickie, hè? En mijn broer ook. Ik had geen eens door dat er hier ook al mensen zaten, ja. You will always be king. With them gone, you never have to leave. Fuck bro. This violence is over. I'm done. No more blood. Nee, it's over. Look at me. Stay with me. Like, what the fuck? Dit is echt de meest echt janderige fucking rare lijpaal. Je kon gewoon je vrienden killen. Oh god. Dennis, fuck bro. Hoppa. Dennis. Like, what the fuck? Dat was... Wat doe jij? Citra. Dennis, wat doe jij? Dennis! Onze bro. Vind niet zo chill. I love you. Don't leave me. I'm sorry. God. Het einde van Far Cry 3 mensen. Dennis. Waarom wil je ons dood hebben? Je was mijn brother. Citra. Ja, dat weet ik niet. Citra, please. Do not leave me, please. Natuurlijk ga je vrienden hebben. Toch deze hele game gaat om vrienden. Saven, dan ga je niet ineens killen omdat je een bitch wil neuken. Like, what the fuck, waarom zou je dat doen? Dat is zo'n slecht einde. Like, lopen we nu gewoon weg met onze vrienden? Gaan we nu gewoon loesoe naar California, terug naar college? Dit is zo fucking episch. Het andere einde is ook fucked up. Alleen dan ga ik naar spoiler, mag ik zelf op zoeken. Ja. I can't come back from this. I'm a monster. I can feel the anger inside me. But I am still somewhere inside me more than that. Better. En ze gaan loesoe met de boot. Mensen! Memory of change. Oh shit. Rest in peace. Dit was hem. Dit was de game. Deze muziek is vet. Ik heb gezegd, er gaat nog een aflevering komen. En dat gaat ook komen. Dit was het einde van de story. Bijna een jaar zijn we bezig geweest. Ik ga nog een aflevering maken waarin ik het rustig ga uitleggen. Gewoon een kwartiertje gaat die worden. Waar ik mensen ga kijken, dat wordt aan het einde. Ik ga dan mijn mening geven over Far Cry 3. Ik ga vertellen wat ik erna ga spelen. En ik ga zeggen wat ik er vond. Wat ik er minder aan Far Cry 3 vond. En... ja. Deze muziek. Bedankt voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video van laat dan een blauwduimpje omhoog achter. Abonneer de kanaal beneden. Ga Doe Maar Gamen, Far Cry 3 kijken. Best serie in je leven. Jopja. Nee, wat een fuck lullig. Dit was zo episch. En dan in de volgende video ga ik ook bladeren. Wat vind ik leuker, Far Cry 3 of Far Cry 4? Want Far Cry 4 heb ik ook meerdere keren uitgespeeld. En die ga ik ook spelen op mijn kanaal. You betcha. Met de fucking bitch. Hoe heet die ook weer? Ik weet niet hoe die heet. Dit was hem. Ik weet niet of er nu nog iets gaat komen. Kijk. Nu zijn we terug op het eiland. Ik weet niet wat die andere optie deed, maar... we hebben geen missie nu. En we staan nu bij de tempel. Die was hem. Mensen, bedankt voor het kijken van deze video. terug naar hoofdmenu. Dit was echt lijp. Laatste aflevering. Het was een XXXL, want het zijn 45 minuten mensen. Ik heb niet heel veel geluld, maar weet je, ik heb gewoon de game gespeeld. Eigenlijk wou ik hem niet uitspelen, maar ik dacht ineens van, huh? Ik kan niet verder met de game. Wat is er nu bij verhaal? Tempelpoort, overlever. Ja, het einde. Bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Later.